Wie zou jij eerder zoenen? Lex of Ravi? Jesse of Timo? Ik heb al met Timo gezoend. Volgens mij vind jij hem nog leuk. Politie. Waarom denk je dat ze er zijn? Zit je nou te stressen? Milou keek alsof ze een soort kinderlokker het plein op zag komen. Nee, wat is er nou? Ik wil naar mijn klasje toe voordat ze er zijn. Ben jij dom? Dit was echt zo erg. Maar ik kan het ook niet meenemen in de les. En als je dan in het donker thuis komt, lopen er wel eens wat griezels rond. Dus ik zei dat ik wel wat voor haar kon regelen. Dit jouw kluisje, Nola? Hier, dit is toch privacy schending? Zo'n kluisje. Daar. Nou? Als ik Milou was geweest, weet ik wel zeker dat ik het niet kan ophouden. Ik kan het ook even opzoeken, hè, jongens? Ja, het is mijn kluisje. Maar ik heb het niet gestolen. Ik heb het gewoon even geleend. Wat doe jij daar? Ik kon eigenlijk maar één smoes bedenken. Ben je ongesteld? Natuurlijk weet ik dat pepperspray illegaal is. Meneer agent, wilt u even erbij zijn? Kom maar deze kant op, alsjeblieft. De politie weet dat het onveilig is bij onze flat. Ik wilde eigenlijk zo ver mogelijk wegrennen. Omdat ik bang was dat Milou zou zeggen dat ze die spray van mij had. Weet je wat? Nee, ik durf niet te kijken. Weet Milou dat die spray van mij komt of niet? Ik maak me gewoon zorgen. Ja. Ik ben gewoon gespannen, dat snap je toch wel? Ik ben ook gewoon zenuwachtig. Meen je niet? Waarom zeg je dat? Hoe ging het? Ja, ik heb echt een dikke straf. Ze vroegen de hele tijd van wie ze die pepperspray had. Ja, als ze daadwerkelijk aan het huilen was, dan kon ze in ieder geval niet mijn naam noemen. Kim, kan je even meekomen? Milou hier heeft gezegd dat ze de pepperspray via jou heeft. Milou heeft dat gezegd omdat dat van ons moest. Het is vrij land, toch? Mag boos zijn op wie ik wil. Ik heb het niet verkocht. Meer haar fout. Ik wilde Milou alleen maar helpen. Dus ik zei, je moet gewoon pepperspray bij je hebben. Als er dan zo'n creep komt, spuit je hem gewoon in de ogen. Van wie heb je het? Wil je liever van school gestuurd worden of zo? Wat wil je? Nu was ik opeens nog erger aan de beurt dan Milou. Wil je van school gestuurd worden? Het was Timo. Timo. Hebben jullie hem betaald? Nee, hij was mijn vriendje op dat moment. Maar goed dat het uit is dan, hè? Als jij mij niet had verraden, hoefde ik Timo niet te verraden. Ik had het dan wel uitgemaakt met Timo, maar dat was omdat we vet verschillen. Wil je het weer aanmaken? Ik mis hem best wel eigenlijk. Dus met je kat? Waarom was je dan zo boos? Gewoon, het is gewoon zo raar nou weer ex te zijn en zo. Ik vind het helemaal niks. We zouden het op zich best opnieuw kunnen proberen. Ik was net bij de Haas en hij wilde per se weten waar ik die spray vandaan had. Dat meen je niet, hè? Maar als hij daar zelf had gezeten, had hij precies hetzelfde gedaan. Ik heb helemaal niks aan jou. Timo wil me echt niet meer zien. Dus nu is het wel zeker. Het is definitief en voor altijd uit. Zij hallo, hallo, hallo.